dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Sinds kort heb ik een nieuwe app op mijn telefoon staan van kringloopwinkelen. En daarin kan je alle kringloopwinkels vinden bij jou in de buurt. Dus je stelt gewoon je locatie in en dan laat hij zien welke kringloopwinkels bij jou in de buurt zijn. Dus ik dacht, laat ik daar eens mee op stap gaan. En ik ben 5 kringloopwinkels langs geweest. Bij mij in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Dat zijn de dichtstbijzijnde plaatsen bij mij. En het leek me leuk om vandaag een shoplog te doen van de dingen die ik daar heb gevonden. Dus ik heb een hele tas vol en ook nog wat dingetjes hiernaast me op de bank liggen. Dus laten we gaan kijken wat je allemaal kan vinden bij verschillende soorten kringloopwinkels. Dus ik ga eens gewoon kijken. Ik zie hier iets liggen. Ik weet niet of je dit herkent, maar dat is een puddingvormpje. En ik ben echt een sucker voor puddingvormpjes. En deze kan ik nog ophangen. Dus die kan ik heel leuk in de keuken ophangen. En deze vond ik bij een kringloopwinkel in Hendrik Ido Ambacht. En ik weet eventjes niet welke. Dus ik zal eventjes hier ergens in de video wel laten weten welke kringloopwinkel er was. En dit vormpje was 75 cent. En ik vind hem sowieso gewoon al heel leuk om op te hangen. Maar misschien vind ik het ook wel leuk om er gewoon voor mezelf een toetje voor te maken. En dan kan je gewoon een eenpersoonstoetje maken. En misschien dan in de bovenzijde een vulling met een kleurtje, met vruchten. En dan hier in het midden gewoon een pudding met custard of zoiets. Dus dat lijkt me heel erg leuk om mee aan de slag te gaan. Dus ik krijg er nu al helemaal zin in om toetjes te maken. Het tweede item dat ik in dezelfde kringloop kocht waren deze dingen. En ik weet niet of je ze een beetje herkent, maar dat zijn dingen om in je schoen te doen, om je schoen netjes te houden. En nou is dit een beetje een grote maat. De Golflets is het merk, Made in Holland staat erop, maat 4L. Maar ja, dat zullen misschien wel Engelse maten zijn of Amerikaanse maten, dat weet ik niet. Maar ik vind dit soort dingen wel heel erg handig om je schoenen gewoon letterlijk netjes te houden en er langer mee te doen. En dit is volgens mij meer voor een herenschoen, dus ik denk dat Arjen hier wel heel wel blij mee is. Dus dit is een setje van 2 en ze zijn 2,50 per stuk. Dus voor ze samen 5 euro. En ik denk dat ze gewoon heel mooi zijn. En hier met dat bolletje, dan zorg je ook ervoor dat je schoenen verder niet beschadigen. En ik denk dat het heel handig is voor nette schoenen. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan kwam ik in Ambacht ook nog een andere hele grote kringloopwinkel tegen. En die heet De Hoop. En dat is echt een hele grote winkel met 2 etages. Beneden heb je allemaal kleding en je hebt een hoekje met allemaal nostalgische en vintage dingetjes. En dan boven weer ook nog een hele grote ruimte met huishoudelijke apparaten, meubels, allerlei soorten, hoe noem je dat ook weer? Aardewerk, serviesgoed, dat soort dingen. En in die winkel heb ik wat kledingstukken gekocht. Omdat ik afgelopen zondag had ik een verjaardag. Mijn schoonvader was 65 jaar geworden. Dus het leek me wel leuk om iets nieuws te kopen. En ja, nu ik zwanger ben beginnen steeds minder dingen mij te passen. Dus ik ben op zoek naar stretchy dingen. Dus ik vond dat een heel leuk jurkje. Deze. En hij heeft een overslag zoals je kunt zien. Dus dat betekent dat hij alle maten past. En ik denk dat dat zelfs wel een handig ding is als voedingsjurkje. En hij heeft dan gewoon lange mouwen. En dan heeft hij een hele mooie draperie hier, waardoor die echt ontzettend goed past. Want dat is een maatje S, maar ik pas hem met mijn maatje, weet ik veel, wat zwanger ook nog wel. En dan loopt hij helemaal door tot net boven de knie en is gewoon lekker stretchy. Hij is van het merk Bonaparte en in die kringloopwinkel hebben ze gewoon een systeem waarin bijna alles gewoon vaste prijs heeft. En een paar artikelen hebben dan gewoon aangepaste prijzen. Dus in die kringloopwinkel waren bijvoorbeeld de jurkjes allemaal 4,50. Dus dit jurkje was ook 4,50. Dus ik ben er wel blij mee. En hij is van het merk Bonaparte. Ik ken het merk niet zo goed, maar volgens mij is dat wel een wat duurder merk. Dus een heel leuk jurkje, ben ik heel blij mee. Ook echt ideaal om mee te gaan werken, maar ook voor een verjaardag. En ik vind hem ook leuk om te stylen met een panty dan gewoon laarsjes. Of misschien zelfs de All-Stars. Maar voor een avondje naar de bioscoop kan je hem ook met hakken dragen of laarsjes. Dus het is echt een heel veelzijdig jurk. Dus daar ben ik heel blij mee. Nog iets anders dat ik daarbij gevonden heb, is dit. En dit is iets wat ik normaal gesproken niet zo snel zou kopen. Maar ik zag het hangen en ik dacht, laat ik het eens proberen. Omdat het dezelfde kleur heeft, het blauw en dan een beetje een soort groen. Wat je niet helemaal goed op beeld kan zien, maar een soort van groen. En het is aan de achterkant valt hij tot op de billen. En aan de voorzijde heeft hij lange punten. En het is een beetje een soort van sjaalachtig idee. En dat fladdert gewoon heel leuk. Hij heeft een ceintuur. Ik heb hem zelf gedragen dan met dat jurkje en dan dat ceintuur dat mijn buik er nog een beetje mooi in uitkwam. Dus ja, heel leuk dingetje. Hij is van Steps. En Steps is wel een wat duurder jurkmerkje. Van vooral jurkjes. Ik
Ik heb er ook een fuchsia roze jurk van die ik echt voor een paar euro scoorde bij de Kringloop. Was echt mijn beste aankoop misschien wel ooit. En deze was 6,50. En ik denk dat ik hem heel leuk kan stylen met heel veel verschillende soorten jurkjes. Ik weet nu al dat ik hem met een gestreept jurkje ga stylen. Dat ik hem ga combineren met gewoon een simpel zwart jurkje. Maar ook dat hij heel leuk is bij bijvoorbeeld een simpel shirt met lange mouwen en een jeans, een skinny jeans. Ik denk dat hij daar ook heel erg leuk bij staat. Dus ik denk dat hij heel goed te combineren is met alle andere dingen die ik in mijn kast heb. Dus samen is het een hele leuke outfit, maar los van elkaar zijn ze ook heel goed te dragen. En na deze kringloop ging ik nog naar een derde kringloop in Ambacht. Maar dat was niet echt mijn soort kringloop. Je kon er geen betalingen met pin doen. En ja, het was gewoon een beetje een samengeraapt dingetje. Het kan best leuke dingetjes opleveren. Ik bedoel, het is maar net waar je tegenaan loopt bij kringloopwinkels. Maar dat was niks voor mij. En toen ging ik door naar Zwijndrecht. En in Zwijndrecht ging ik eerst naar mijn vaste kringloopwinkel. En dat is opnieuw een koop. En daar vond ik ook nog een aantal dingetjes. Dit shirtje kocht ik ook bij mijn eigen vaste kringloop. Opnieuw een koop in Zwijndrecht. En deze heeft ook een overslag, net zoals het jurkje met plooitjes. Dus je zou zeggen dat het van hetzelfde merk is. Maar deze is dan van Promise, dus een maatje L. Ja, ik denk dat die ook gewoon heel handig is. Hij heeft 3/4 mouwtjes, dus is ook nog handig om na de bevalling te dragen. Ik denk wel dat ik hem eventjes een ander kleurtje ga geven. Want ik vind, ja, ik ben erachter gekomen na het Shop & Style event dat blauw toch echt al mijn tint is. Dus ik denk dat ik hem gewoon zacht blauw ga verven. En ik ga dat uitproberen met natuurlijke verf. Dus door zelf verf te maken. Dus ik denk dat ik er nog wel iets over ga schrijven of ga vloggen ofzo. Dus het is een heel leuk shirtje. En nou weet ik niet meer precies wat die kost. Maar ik heb hier volgens mij bonnetje liggen. Even kijken. En die kost 4,50. Dus die is wel wat duurder in verhouding als dat jurkje. Want het jurkje was ook 4,50. Maar op zich vind ik het nog steeds een heel mooi shirtje. En Promise is ook een wat duurder merk, dus ik ben er wel blij mee. En ja, het is gewoon lekker stretchy, dus het veert alle kanten op. Dus daar ben ik sowieso wel blij mee. Nog een afdeling bij de kringloop waar ik graag heen ga, is serviesgoed. En dit is iets waarvan ik dacht van, wie weet, ik denk dat het heel leuk is. Ik weet niet of je een beetje herkent wat het is, maar het is een reumertopschaal. En reumertopschalen zijn echt ideaal voor in de oven om dingen heel langzaam in te garen. Om overschotels mee te maken is de overschotels. Maar je kunt er ook gewoon mee koken. Gewoon je aardappels of je groente of je vlees mee maken. En het idee is dat de oven dan op een hele lage stand gaat. Volgens mij op 100 graden. En die reumertop die moet je dan eerst nog eventjes in koud water laten weken. Want anders dan knapt die in de oven als je hem zo in de oven doet. En dan doordat het dicht is, circuleert het vocht. En blijft het eten gewoon heel mals en zo. Dus ik ben benieuwd hoeveel gerechten ik hiermee ga maken. En kostte 1,50, dus ja, daar kan ik me ook geen buil aan vallen. Dus hier ga ik mee aan de slag. Ik denk dat Arnie wel heel gek van op gaat kijken, maar ik ben benieuwd. Old ouderwets koken is ook niet zo verkeerd. En dan kom ik nog iets tegen wat ik nog in Ambacht bij een kringloopwinkel heb gekocht. En dat is dit. Gewoon een simpel theezeefje. Ik vind theezeefjes gewoon handig. Ik heb voor mezelf een beetje een uitdaging gesteld om zoveel mogelijk losse thee te drinken. Want uiteindelijk heb je dan minder afval, omdat je niet al die theezakjes hebt en alleen maar de theeblaadjes weggooit. Dus dat resulteert nog wel eens dat ik in één theezeefje nog wat thee heb zitten. En ik vind het fijn om het eerst een beetje uit te laten drogen, want dan krijg je ze gewoon makkelijk uit. Dus een tweede theezeefje is altijd handig. En deze was volgens mij 25 cent of zo, ik weet het niet precies. Dus die ga ik gewoon nog eventjes goed door de vaatwasser halen of eventjes een sopje met heet water en soda doen. En dan kan ik daar weer helemaal tegenaan. Dus zoals je kunt zien heb ik echt een mooie slag geslagen. Ik ben ongeveer 2,5 uur onderweg geweest. Dus dat zijn 5 kringloopwinkels, 2,5 uur, dus ongeveer een half uur per kringloopwinkel. En ja, ik vond het wel gewoon een leuke manier om een ochtendje door te brengen. En ik denk dat ik op deze manier nog wel vaker wat ga proberen. Misschien dat ik dan eens een keer een andere kant op ga. Dat ik meer richting Dordrecht ga of Papendrecht. En ik denk dat het ook heel erg leuk is als ik ergens een weekendje weg ga in Nederland. Dan kan ik het gewoon eens een keer uitproberen in een andere stad. Want ik weet dat ik wel eens adres opschrijf als ik ergens heen ga. Maar uiteindelijk ga ik er nooit heen. Omdat ik dat papiertje dan kwijt ben op het moment dat ik onderweg ben. Of omdat ik het papiertje gewoon thuis vergeet. Of ja, ik vind dat toch heel onhandig. En die app is gewoon heel handig. Omdat je kan gewoon op een kaart zien waar die kringloopwinkels zich bevinden. Je kan dan gewoon meteen naar Google Maps gaan. En dan zie je hoe je erheen moet rijden. Dus ja, het is voor mij echt ideaal om die app te gebruiken. Dus ik zou je zeker kunnen aanraden om die app te downloaden. Dus ik zal er een link hieronder plaatsen naar de kringloop app. En dan kan jij ook gewoon lekker kringlopen bij jou in de buurt. Vond je dit ook een leuk filmpje? Ben je helemaal gek op kringloopwinkelen? Doe dan zeker je duimpjes omhoog. En dan zie ik je de volgende keer. Doeg!